Ja, hoe voelde zich? Ik voel me heel goed, bedankt. Ja, met welk gevoel uh, ja, ben je teruggekomen uit Turkije? Uh, na de finale enigszins wel teleurgesteld. Want natuurlijk ja, wil je die winnen. Maar uh, nee, we hebben uh, al met al hebben echt een heel goed toernooi gespeeld. Ondanks dat we de eerste wedstrijd hebben verloren van Duitsland, met 3-2. Toen uh, ja, iedereen uh, in mineur. En, ja, niemand gaf meer een cent voor ons eigenlijk. En uiteindelijk hebben we ons zo goed gerevancheerd en zo goed gespeeld tegen Turkije, Kroatië en Italië. En nu nog die laatste stap maken. Maret balkenstein grothuis kwam zondag thuis van het Olympisch kwalificatietoernooi in Turkije. Waar de Nederlandse volleybalvrouwen grote indruk maakten. maar zich net niet wisten te kwalificeren voor de Olympische Spelen. In de finale werd met 3-1 verloren van Europees kampioen Rusland. Uh, we hebben een betere finale gespeeld dan tijdens het EK. Uh, we bleven erin geloven en ook, ja, we hebben gewoon een beter spel van ons laten zien. Maar uiteindelijk is Rusland op dit moment nog wel beter. Eind mei kan Nederland en Japan alsnog een ticket naar Rio bemachtigen. We moeten met zeven wedstrijden laten spelen tegen iedereen één keer. En uiteindelijk de eerste vier daarvan gaan door. En ik denk dat daar onze kansen wel echt heel groot zijn. En dan uh, ja, naar Rio. Ga je dan uh, samen met je man? Ja, hij gaat niet als sporten in ieder geval. Hij heeft afscheid genomen van het nationaal team. Maar uh, is wel op de zaken vooruitlopen. Maar hij zal daar wel aanwezig zijn, zijn als toerist. Grothuis is getrouwd met oranje-zwart Marcel Balkenstein. Veel vaker dan twee keer per maand zien de twee topsportende tochtelduifjes elkaar niet. Je bent nu net terug. Uh, hoe ziet de rest uh, ja, van, uh, van je week eruit? Ja, uh, morgen heb ik nog vrij. En woensdagochtend vertrek ik weer naar mijn club in Polen. En dan gaan we verder met onze competitie daar en met de Champions League waar we mee spelen. En de competitie duurt tot begin mei, als het goed is. En dan uh, beginnen we weer met het nationaal team om ons te voorbereiden op, uh, op het uh, Olympische kwalificatietoernooi in Japan. Mocht Nederland daar bij de laatste vier eindigen, plaatst het zich voor het eerst in twintig jaar voor de Olympische Spelen. Ja, nu valt het allemaal op de juiste plek. En sinds dat Guidetti uh, onze bondscoach is, is het, uh, ja, zijn we echt gegroeid in, in alles. Uh, een paar speels staan op andere posities en dat werkt gewoon heel goed voor ons. En daardoor valt alles samen. Bij het gebrek aan een EK voetbal, dan maar uh, alles op uh, de volleybaldames deze zomer? Nou, we gaan eerst naar mij en dan, uh, ja, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. <truid>